It's been Christmas Eve and a house with love in it. How could it possibly be complete without the sound of jingle bells? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun did it be riding a one-horse open sleigh. Een hartelijk goedenavond, kijkers. Wat leuk dat je er allemaal weer bent. Staat de kerstboom er al? Nou, die van mij ook. Voor het eerst van mijn leven een echte kerstboom. Niet eentje van plastic. Nee, een echte. Ook niet van glasvezel. Nee, een echte. Tenminste, het is meer een kersttak. Een behoorlijke stevige kersttak, moet ik zeggen. Eentje van een goede conifeer, zeg maar. Het gaat ook goed. En het ruikt nog eens een keer heerlijk binnen. En ik heb iets leuks om te laten zien. En wat het is een geleefiguur voor tannenbaum met vruchtengeschmack. En wat is dat? Nou, iets leuks, iets lekkers voor in de kerstboom. Oftewel vertalend een kerstsnoepje, een vruchtenkerstsnoepje voor in de kerstboom. Ja, werkelijk waar. En ze lijken nog met de hand gemaakt te zijn ook. Want ze zien er geweldig mooi uit. Bijna te mooi om op te eten. En waar komen ze dan vandaan? Nou, ik heb ze natuurlijk in de winkel gekocht. En die heeft weer gekocht van een importeur in Beverwijk. De Nederlands. En natuurlijk komt het uit China. Ja, daar komen al die kersthulpjes vandaan natuurlijk. Dat gaat het hele jaar maar door, hè. Nou, waar ik het dan kocht is, Xenos. Weer dat beroemde winkeltje. Het ziet er allemaal mooi uit. De achterkant dan, met een geweldig mooie strik. Maar dat gaat niet om de achterkant. Het gaat om de inhoud. Nou, de inhoud is heel veel suiker. Al bijna 60%. Glucosesiroop, water en een beetje gelatine en een hoop kleurstoffen en kunstmatige smaakstoffen. Zoals u wel kunt zien, het is voor in de boom met een hengseltje eraan. Dat is altijd handig. Maar nu ga ik het toch echt even openmaken. Hoe ziet het er dan uit? Zoals ik zeg, het is bijna zonde om op te eten. Die figuurtjes trouwens die u nu ziet aan de achtergrond, die komen er ook vandaan. Dat is koek. Misschien interessant te weten of het interesseert u helemaal niet. Dat kan ook natuurlijk, maar ik zeg het maar even. Nou, laat ik er eens een paar uithalen. Ja, het makkelijkste. Een sneeuwmannetje. Dan kan ik het licht er even beter bij halen. Zo. Het is een kleine lolly in feite. Een sneeuwmannetje. Nou, wat hebben we nog meer? Deze is heel erg mooi. Die zit zelfs nog vast aan een ander. Natuurlijk voordat het verschoven wordt. We hebben een kerstman. En deze hond lijkt me erg bekend. Het zou een Snoopy kunnen zijn. Of een Gromit van Wallace Gromit. En wat hebben we nog meer? Nou, een beertje. Is overigens wel erg zwaar hoor, voor een kersttak. Moet een behoorlijke kerstboom zijn. En wat hebben we nog meer? De laatste paar denk ik nog. Natuurlijk moet een kerstboom niet ontbreken. Met zelfs een kerstmannetje of een sneeuwmannetje erin. Dat is toch geweldig. We kijken de details. En nou, de laatste. En die ga ik gelijk even openmaken. Is de kerstsok. Die vind ik ook het minst mooie. Ja, ik verwacht er eigenlijk van dat het behoorlijk kunstmatig in smaak is. Maar misschien valt het mee. Ik zal eens kijken of dat kan openmaken. Het gaat ook allemaal zo handig. Een goede voorbereiding is altijd goed. En weer heb ik er niet aan gedacht. De kinderhand is gauw gevuld. Daar geef ze ook een mes mee. Maar dat is weer te gevaarlijk. Want je krijgt het zo moeilijk open die rommel.
Zelfs met je tanden gehad, wel, zie. Ik word daar toch wel zenuwachtig van ook, hè. Ah, het gaat alweer. Bent u er nog? Dat doen ze gewoon om te pesten, die Chinezen. Dat kan niet anders. Ja, het is eindelijk open. Ja, je zou bijna zeggen, ja, doe de film dan maar nog een keer. Nee, dat doen we mooi niet. Nou, hier heb je hem dus. Ik bijt even. Wat proef ik nu? Kersensmaak. En een behoorlijke sterke. Natuurlijk is het ontzettend zoet. Dat is tenslotte ook 60% suiker. Maar het is best lekker. Leuk voor een cadeautje. En hang je het niet in de boom, is het misschien leuk als decoratie voor bij een toetje. Kan ook allemaal. Ik ga u nog een hele fijne avond wensen. En een fijne kerstdagen. Tadaa.